Wij willen eigenlijk dat de werkgever Arriva Sintes weer met ons eigenlijk uitnodigen om met ons te gaan praten, om over onze eisen te praten. Wat zijn jullie eisen? Dat is ruim 5% loonsverhoging. Op dit moment is een heleboel in de pensioen zijn gerepareerd, de kosten van het looncomponent. De gebroken diensten die hier zijn, die willen we ook kwijt. Dat is not done in de spoorwereld. Maar terug naar de onderhandelingstafel, dat ziet vervoerder Arriva niet zitten. De nieuwe cao is al van kracht en daarmee is het volgens de vervoerder klaar. Er is geen onderhandeling meer, er ligt een cao. Die is met terugwerkende kracht ook ingesteld. Ook de VVMC-leden hebben coulancehalve alle extra's meegegeven. Over 2 jaar is er weer een nieuwe cao-onderhandeling. En dan zijn ze wat mij betreft, wat ons betreft, weer van harte welkom. En tot die tijd? En tot die tijd zullen ze met de cao moeten werken die er ligt en waar alle partijen behalve de VVMC voor hebben getekend. Begrip voor de stakingsactie kan Arriva dan ook amper opbrengen. De VVMC bepaalt dat de reiziger de dupe moet worden van iets wat zij vinden. De cao ligt er. Is klaar. En de reiziger, die baalt. Wie heeft daar dan het meeste last van? De gewone gebruiker. Net als zij. Dus ik bedoel, je zoekt het bij de verkeerde mensen. Ga hoger op, ga daar wat doen. Maar om dat nou op de werkvloer te doen, hè, waar wij allemaal gebruik van maken, vind ik eigenlijk toch onsympathiek. Het is wel een beetje walen natuurlijk, hè. Want ik moet wel op tijd op mijn werk zijn. Ik moet werken om 7 uur beginnen. Maar ik ben er afhankelijk van hoe laat ik er nou ben vandaag. Dat weten we niet. Dus het is echt de mensen die vroeg weg moeten en werken moeten. Kinderen die naar school moeten. Ik vind het eigenlijk heel misselijk. Ja, toch wel. Ja, ik vind het misselijk.